Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom bij weer een nieuwe Morning Setup. En het thema voor vandaag is acceptatie. Goedemorgen, Martin en Ineke en alle anderen die er live bij zijn. Wat ontzettend leuk. Acceptatie is iets wat natuurlijk in alle grote wijsheidstradities wel gezegd wordt. Gewoon accepteren wat er is. Maar hoe doe je dat dan? En accepteren kan pas als je eerst stopt met vechten en stopt met ontkennen, stopt met dissociëren, verdoven, afleiden, noem maar op. Dus kortom, als je eerst in het gevoel komt wat de situatie je geeft. En vandaar dat we vandaag heel goed bij de morning setup passend gaan voelen hoe het voelt voordat je kan accepteren. Dus ik draai mijn scherm weer een beetje bij. En je kunt blijven zitten, maar als je kunt, kun je ook komen staan. Sowieso fijn om je voeten op de grond te voelen, hoe het ook is. Dus zet je voeten op heupbreedte, haal je knieën van het slot en voel je voeten op de vloer. En dan beginnen we even met een klein rondje tappen op de meridianen. Dus pak het zogenaamde karate slagpunt waar je op zou slaan als je een plankje zou doorslaan. Hier de zijkant van je hand en je andere hand ook. En dan kun je op deze manier deze beide punten even zachtjes stimuleren. En begin dan wat dieper te ademen. En dan kun je tegen jezelf zeggen, ook al vind ik het lastig wat er is, ik sta mezelf toe om helemaal hier te zijn. En bij mij krijg ik meteen al een diepe spontane ademhaling, een teken dat het zenuwstelsel in de parasympathische staat komt. Maar misschien gaat dat nog niet zo snel. Dus zeg nog maar een keer, ook al vind ik het moeilijk wat er nu is, ik kies ervoor om mezelf helemaal te accepteren. Ook al ben ik graag aan het vechten tegen wat er is en wil ik het graag anders, op dit moment hou ik helemaal van mezelf. En dan gaan we door naar de wenkbrauwen. Binnenkant van de wenkbrauwen en klop ook daar. En dan kun je zeggen in jezelf, het is niet altijd makkelijk. Ga je door naar de zijkant van je wenkbrauwen. Ik wou dat de situatie anders was. Ga je naar onder je ogen, het midden van je ogen. Kan toch niet zo zijn dat dit nog steeds niet opgelost is? Ga je naar onder je neus, je bovenlip. Hoezo kan ik dit niet gewoon accepteren? Ga je naar het kuiltje bij je kin? Maar ik blijf er tegen vechten. Ga je naar het punt bij je sleutelbeenderen, net iets daaronder in het kuiltje, op K27, kidney 27. Ik vind het moeilijk om het te accepteren dat het zo is. En dan ga je naar het mildpunt. Dat is ter hoogte van, als je een vrouw bent en je hebt een BH aan, je BH-bandje. Kun je hier kloppen. Dat ook met twee handen tegelijk. Of je kunt het ook afwisselen.
Ik vind accepteren gewoon heel erg ingewikkeld. En dan ga je naar het punt bovenop je kruin. Klop ook daar. Ik vecht er al zo lang tegen. Dan ga je naar je wenkbrauwen terug. Maar ook al vind ik het lastig om te accepteren wat er is. Ik sta mezelf toe om dit helemaal te voelen. Ga maar door naar de zijkant van je wenkbrauwen. Ik adem nog wat dieper in en uit. Ga je naar het punt onder je ogen. En ik voel helemaal in mijn lijf hoe het voelt. Ga je naar onder je neus. Waar zit dit precies? In mijn buik, mijn schouders, mijn kaken. Ga je naar je kin. En ik observeer. Ik neem het alleen waar. Ga je naar het punt bij je sleutelbeenderen. Terwijl ik rustig blijf ademen. Punt hier. Zijkant van je ribben bij de mild. Of kruisen. Kan allebei. Eén voor één. En terwijl ik adem, observeer ik. En dan bovenop je kruin. En voel ik wat er te voelen is. En dan stop je langzaam met tappen. Laat je handen even losschudden. En geef jezelf een flink diepe ademhaling. Om in te ademen en uit te ademen. En voel maar eens hoe het nu voelt. Kom je even tot rust, tot stilstand. Voel maar eens wat je allemaal kunt voelen. Misschien voel je tintelingen op de plekken waar je net getapt hebt. En alle punten die we zojuist langs gegaan zijn, zijn allemaal eindpunten van meridianen. Die je helpen om uit de fight-flight reactie te komen. Uit het vechten en het vluchten. En met name het vechten. Want als je moeilijk vindt om te accepteren, dan ben je aan het vechten. En om deze energie kracht bij te zetten van het accepteren, doen we de cloudy hands, de cloud hands. En dat wil zeggen dat je één hand voor je langs brengt. En je kunt de andere hand even op je rug leggen om de beweging te oefenen. Dus je gaat door, als het ware, het water heen. Kom je omhoog. En dan kijk je naar je hand terwijl je met je ruggengraat heen en weer gaat. En als je die beweging een paar keer hebt gemaakt, doen we nog één keer. Dan doen we dat ook even met de andere hand voordat we dit combineren in de beide bewegingen. Dus als je hand naar beneden gaat, breng je hem achter je rug. En dan pak je je andere hand. Begin zijwaarts en dan kom je voorlangs. Ga je omhoog. Kijk even in je hand. En laat hem naar de andere kant gaan. Naar beneden. Zachtjes, alsof je door water gaat. Terwijl je ondertussen contact houdt met je lichaam. Je voeten. Je ademhaling. En geef jezelf maar een innerlijke glimlach. Een innerlijke glimlach voor al die delen in jou die aan het vechten zijn.
die het anders willen, die iets meer willen. En nu je het met beide handen geoefend hebt, gaan we dit combineren. Dus haal je hand maar van je rug. Je gaat hetzelfde rondje doorzetten. En terwijl je naar de andere kant gaat, komt je hand erbij via de onderkant. Dan draai je je handen om naar elkaar toe, ze passeren. En ga je de andere hand omhoog terug. De handen passeren weer. En doe dit in een tempo wat voor jou goed voelt, maar met heel veel zachtheid. Dus houd je knieën van het slot. Ondertussen bewegen we uiteraard ook heel zachtjes de ruggengraat. En zie dit als een bewegende meditatie. Om te zijn bij wat er is. Dus breng je aandacht maar verder en dieper naar binnen, naar wat er allemaal te voelen is. En kijk eens of je iets meer kunt toegeven aan de zwaartekracht. Vanuit gemak. Vanuit zachtheid, gemak en rust. En deze oefening helpt natuurlijk ook meteen om alle energie in beweging te brengen. Niet alleen de energie in je lijf, maar ook de energie om je heen. In de lemniscaatvorm, achjesvorm. Zodat ook je energie niet recht naar beneden gaat, maar in cirkels, in spiralen. Dus ook dit is weer zo'n oefening die eigenlijk voor heel veel dingen goed is. En na dit rondje kom je even tot stilstand. En dan sluiten we dat af met de fontein. En die gaat als volgt. Je brengt je beide handen naar onder. Haal de energie uit de aarde omhoog, alsof het een soort fontein is. Je kunt eventueel de ruggen van de handen naar je toe brengen. En dan openen je handen zich weer voor de fontein. En kijk maar hoe dat voelt. Je kunt het ook gewoon zo doen op deze manier. Dat je je handen naar je toe houdt. En eigenlijk elke keer het water omhoog laat gaan. Het water en de aarde-energie. De twee yin-energieën. Zodat er ook meer balans komt tussen het zijn en het doen. Want vanuit het zijn is acceptatie ook veel makkelijker dan vanuit het doen. Het begint met zijn en daarna kun je eventueel een geïnspireerde actie nemen. Maar pas als je helemaal oké bent met wat er is. Als je even stopt met vechten, stopt met vluchten. En ook deze beweging kun je combineren met je ademhaling. Je kunt de beweging combineren met je rug. Hele zachte beweging in je ruggengraat. Een bolling op het moment dat je handen beneden zijn, dat je omhoog komt. En op het moment van expansie open je je hart en krijg je weer wat meer ruimte aan de voorkant. Dus ruimte aan de achterkant en ruimte aan de voorkant. En dan doen we dat nog twee keer. Ah. Laatste keer. En dan leg je één hand op je onderbuik, één hand bij je hart. En dan geef je jezelf een
liefdevolle glimlach. Met je tong bij je voortanden aan de achterkant. Zodat je alle kanalen in het centrale meridiaan met elkaar verbindt. De achterkant van je ruggengraat en de voorkant. Voor balans, voor zijn, voor acceptatie. En dan kun je eventueel tegen jezelf zeggen, het is helemaal goed zoals het is. Ik ben precies waar ik moet zijn. Alles wat ik ervaar is er hier om mij te laten groeien. Om mij te laten ontwikkelen. Om mij alle ervaringen van het leven te geven. En het universum heeft het beste met mij voor. Dus het werkt voor mij, niet tegen mij. En laat die energie, die frequentie maar in jouw cellen op. Energie van vertrouwen. En met deze mindvolle afsluiting kom ik weer een klein beetje dichterbij. Ik schuif nog heel even mijn handen los. En ondertussen zie ik jullie commentaren binnenkomen. Verdriet en tranen. Ja, Berna, dank je wel voor het delen. Dat mag er helemaal zijn als dat het wil alleen maar gevoeld worden. En je bent er nu om erbij te zijn. Alle ervaringen zijn precies goed zoals ze zijn. Acceptatie. Stop maar met vechten. Het is gewoon helemaal goed zoals het is. Ook al is het niet altijd makkelijk. Maar het is hier voor jou om te ervaren. Om jouw liefde te kunnen geven aan deze ervaring. Aan de delen in je lijf. En met deze wijze woorden sluit ik de morning setup af. Namaste, lieve, lieve mensen. Ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Tot dan.